We hebben nu een toestemming om volgende week dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus gewoon de kinderrommelmarkt te laten doorgaan. Dat zou toch ook erg geweest zijn, hè? Want het is toch langzamerhand een traditie. Er is zeker een traditie die al elke zomer plaatsvindt en waarop kinderen zich ook richten. Die zeggen van, oh, we kunnen lekker vakantiegeldje beuren of een centje beuren. We kunnen de zolders even opruimen. En ouders zeggen ook, neem alle rommel maar mee, want weg is weg en word jij alleen maar beter van. We zijn altijd gewend om de kinderrommelmarkt in de binnenstad te doen. Is ook ten genoegen van alle winkeliers. Die zeggen, er komen meer mensen op af. Het marktplein was door de bouwperikelen niet beschikbaar. Plus het feit dat wij in de binnenstad met een melding van een evenement moesten we naar buiten toe, mochten we niet in de binnenstad zitten. Dus we hebben nu voor het Hagenpark gekozen en dat is op zich een mooie verharde locatie. 75 kinderen kunnen hier uitstallen en dat is wel het maximum. Het is puur een kinderrommelmarkt. Wij weren ook handelaren en wij weren ook volwassenen. Kinderen moeten achter hun kraam staan. Moeder kan er natuurlijk bij staan om even een toezicht te houden. Maar het is de kinderen moeten hun zaken verkopen. Dat is de bedoeling. Wij lopen daar eigenlijk de hele dag hier rond en houden ook toezicht op dat soort zaken. Dat we geen commerciële handel willen. Het is voor de kinderen en daar proberen we ook ons op te richten. Wanneer kunnen kinderen hier beginnen op te bouwen? Ze kunnen 's morgens om 7 uur hier zich melden bij ons en dan krijgen ze hun plaats toegewezen en dan kunnen ze de plaats inrichten. En om 9 uur moeten alle auto's weg zijn en dan begint de kinderrommelmarkt en die duurt dan tot 12 uur. Beide dagen.